De Bienekebolders van Annie M. G. In het hoekje van de zolder van een winkel in Den Dolder woont een gele Bienekebolder, heel alleen. Nimmer hoor je van hem spreken. Niemand heeft hem ooit bekeken, want hij heeft een bolle deken om zich heen. Hij is klein en heeft drie staartjes. En hij leeft van mokkataartjes en heeft allemaal gele haatjes op het gelaat. En de mensen van een dolder hebben nu verklaard per folder... dat de gele bienekebolder niet bestaat. Maar het beest woont daar al jaren. Dat kan ik je wel verklaren. Hij zit treurig te verharen op de mat. Hij kan nooit met iemand spelen... want er zijn geen andere gele bienekebolders in de hele... Hele stad. Ik heb gehoord, in Schravenpolder zit een blauwe bienekebolder, op een andere oude zolder. Inderdaad. Ik zal ze allebei vertellen om elkaar eens op te bellen. En ik kan je wel voorstellen hoe het gaat. Want die gele en die blauwe gaan dan van elkaar houden en dan gaan ze samen trouwen, zal je zien. En dan krijgen we op die zolder van die winkel in een dolder kleine groene bienenkeboldertjes te zien.